Hoi allemaal, Dizzy Ladies, Ladoes en Deepy Familia. Zoals afgesproken begin ik vandaag met de lessen Urdu Hindi. De reden dat ik deze twee in één doe, is omdat de doorsneetalen over het algemeen heel erg overeenkomen met elkaar. Er zijn wat verschillen hier en daar met bepaalde woorden, maar dat zal ik in deze cursus op het moment dat deze van toepassing zijn, ook duidelijk maken en de juiste uitspraken van allebei ook goed aangeven. Wat zal jij leren in deze cursus? Je zal leren hoe je een gesprek kan voeren, van de basics tot het eind. Aan het eind van deze cursus kan jij hopelijk een normaal gesprek voeren met iemand die Desi is. Dus iemand die Urdu Hindi spreekt. Dus als jij bijvoorbeeld een Desi tegenkomt of je gaat naar Pakistan, India, etc., dan kan jij gewoon normaal daar een conversatie voeren. Hoe zal dit te werk gaan? Nou, elke week ga ik een video plaatsen op de groep. Wat jij doet, jij kijkt het filmpje aan en je gaat tegelijkertijd probeer jij ook de uitspraak na te zeggen. Vervolgens, nadat je de hele video hebt uitgekeken, dan is het aan jou de bedoeling dat jij dit gaat oefenen voor de hele week. Totdat we toe zijn aan de volgende video. Aan het eind van de volgende week. De bedoeling is dat ik deze elke zondag ga plaatsen. En vervolgens zal er ook een post zijn op de groep. Onder deze post kan jij opnemen hetgene wat je hebt geoefend. Dus je oefent de uitspraak, je voert een gesprek en vervolgens neem je dit op. Je kan ook de individuele woorden kan je gewoon opnemen met de uitspraak en dat op de post zetten. Het moet wel een filmpje zijn, het hoeft niet per se met je gezicht te zijn. Want je kan nog steeds in deze moderne tijdperk op Facebook nog steeds geen audio comments plaatsen. Dus zal het in de vorm van een filmpje moeten zijn. Dat zet je onder de post. En dan kan ik het naluisteren. En dan kan ik het beoordelen. En als er fouten zijn of als er bepaalde aanpassingen zijn. Dan zal ik dit ook gewoon als reactie onder jouw comment plaatsen. En dan kan je verder oefenen. Je hoeft niet per se het helemaal perfect te doen. Als jij zoiets hebt van oké. Ik zit op een punt waar ik het graag wil laten nakijken of nahoren of beoordelen, hoe je het ook wilt noemen. Dan mag je dat gewoon onder die post doen. Ik luister het na en dan geef ik je verbeterpunten. En als het gewoon goed is, nou, dan is het goed. Dan zal ik dat ook gewoon duidelijk en eerlijk aangeven. Het is geen verplichting, er is geen druk of iets dergelijks. Als je een les hebt gemist, geef niks. Dan doe je dat gewoon op het moment dat je het kan. En dan zet je dat gewoon op de desbetreffende post gewoon eronder. Ik zal altijd gewoon terugkijken naar de andere post waar er gereageerd is. Alles zit er van een week of twee geleden. En opeens plaatst iemand een reactie daar. Dan zal ik het gewoon beluisteren. En beoordelen en verbeterpunten geven waar nodig. En als het goed is, zal ik dat ook aangeven. Je mag uiteraard ook als je 3-4 lessen verder bent. En je wilt van les 1 of een paar lessen terug. Wil jij opnieuw oefenen. Dan is dit juist aangemoedigd. En wil je dit ook laten beoordelen. Dan mag je dat gewoon op de post. Op de desbetreffende post gewoon neerzetten. In de comments. Ben je verlegen? Ben je te verlegen om dit op de groep te doen? Je mag mij ook een privébericht sturen. En dan zal ik dat gewoon privé beoordelen. En dat gewoon privé aangeven. Maar ik zou toch wel aanmoedigen om dat gewoon op de post te doen. Want ten eerste, het is gewoon makkelijker voor mij. Dan is het allemaal op één plek. En B, het is gewoon leuk. En daarnaast is het ook gewoon aanmoedigend en motiverend voor andere mensen om ook deel te nemen
En om beoordeling te vragen, dat ze daar niet van wegdeinzen of dat ze te verlegen zijn om dat te doen. Want als iemand het doet, dan gaat een ander dat ook nadoen. En het is gewoon aanmoedigend voor elkaar en motiverend. En voor mij is het ook aanmoedigend dat ik gewoon goed bezig ben, dat jullie hier ook wat baat bij hebben en anderen ook, dankzij jullie. En dan blijf ik ook gewoon doorgaan met de lessen. Want als er geen interesse is, dan werkt dat ook voor mij ook demotiverend. En kan het zijn dat ik op een gegeven moment zoiets heb van ja, er is geen interesse. Men doet geen werk, oefenen, et cetera. Misschien moet ik er gewoon mee stoppen. Maar in de afgelopen jaren, aangezien ik heb gemerkt dat er veel animo voor is en men heeft er toch interesse en er is veel vraag naar, dat is de reden dat hij per se tijd voor maakt. Ik maak hier dus echt tijd voor. En daar maak ik die lessen ook in. Dus het is niet zo makkelijk van je doet het en klaar. Het is gewoon echt het opneemwerk, editingwerk, posten, beoordelen, et cetera, et cetera. Dus het is niet zomaar dat het gewoon gedaan is. Ik doe dit naast mijn werk, mijn studie, huishouden, et cetera. Dus respecteer mijn tijd ook. Vandaag beginnen wij met de basics. Als je iemand tegenkomt, je leert iemand nieuw kennen, hoe begin je een gesprek, hoe eindig je het gesprek en een aantal vragen die je tussendoor kan stellen om een gesprek te voeren. Dan beginnen we nu met de eerste les. Stel je bent naar Pakistan of India en je loopt over straat en je ziet iemand en die wil je aanspreken. Je kent die persoon niet. Je wilt bijvoorbeeld die persoon leren kennen of je wil er vrienden mee worden. Dan ga je natuurlijk niet zoals Tina in de film moet ze Dos di Karogi naar die persoon op die persoon aflopen en volgens hey, moet ze Dos di Karogi? Nee, dat doe je niet. Want dan krijg je waarschijnlijk gewoon een chappel naar je hoofd geslingerd. En volgens mij wil je dat niet. Maar hoe voer je dus een gesprek? Nou, je begint met hallo. Dat is eigenlijk een beetje doorsnee waar iedereen mee start. Maakt niet uit welk geloof je hebt. Alleen in het groeten zijn er ook heel veel verschillen. Ben je moslim, dan zeg je de salaam. Dit is op verschillende manieren. De juiste manier, en de officiële manier, is assalamu alaikum. Maar dissies, die hebben de neiging om dingen sneller en anders uit te spreken. Dus assalamu alaikum wordt salaam alaikum. Zelf doe ik dat als assalamu alaikum. Dus je merkt dat er eigenlijk drie verschillende manieren zijn. Maar in het algemeen zou je dan deze drie verschillende gewoon aanhoren. Assalamu alaikum, salaam alaikum en assalamu alaikum. Hindoes daartegen hebben andere manieren om te groeten. Er zijn veel verschillende, maar de meest voorkomende zijn Ram Ram en Jai Shri Krishna. Dit wordt zowel, net als de salaam, wordt dit zowel in het begin als op het eind gebruikt. De moslims hebben wij op het eind nog een andere vorm van groeten. Dat zal ik op het eind ook aangeven. Bij de Sikhs begint de groet met Sat Sri Akaal. Ook dit, net als dissies, wordt vaak heel snel uitgesproken. En dan heb je heel veel mensen die in plaats van Sat Sri Akaal, Sat Sri Akaal of Sri Akaal zeggen in plaats van de juiste benaming. Dus als je deze verschillende manieren hoort, ze bedoelen en zeggen eigenlijk Sat Sri Akaal. Sat Sri Akaal heeft een eigen geschiedenis, maar daar zal ik het later een keer een aparte video van maken van wat de groet precies inhoudt. Vervolgens heb je dus goedemorgen, goedemiddag, goedenavond,
Deze hebben ook allemaal een aparte benaming. Goedemorgen is subbeger. Goedemiddag is duperbeger. Goedenamiddag is shambeger. Shambeger. Goedenavond is shabbeger. Nu, omdat dit twee woorden zijn, twee losse woorden van elkaar zijn die achter elkaar worden uitgesproken. En het eerste woord eindigt met B en het tweede woord begint met B. Wordt het vaak ook weer verkeerd uitgesproken. Subbeger wordt bijvoorbeeld subbeger benoemd. Subbeger wordt bijvoorbeeld subbeger genoemd. Dus er wordt gewoon één woord van gemaakt, terwijl het twee losse woorden zijn. Dus subbeger. Hetzelfde met avond. Shabbeger. Het is niet shabbeger, maar het is shabbeger. Subbeger en shabbeger. Dit zijn de meest voorkomende twee woorden die er gebruikt worden in de doorsneetaal. Dus als je iemand in de ochtend tegenkomt of je wordt wakker... Of je wordt wakker gemaakt, dan is het heel normaal dat iemand zegt subbeger, subbeger. Of als je gaat slapen of je bent met iemand aan het praten, het is avond en je gaat een telefoon neerzeggen of wat dan ook. Dan wordt er gezegd shabbeger. Wil je vervolgens vragen aan iemand, hoe heet jij? Wat is je naam? Dat vraag je dus door te zeggen of door te vragen. Aapka naam kya hai? In het Nederlands hebben wij de woorden je en u. In het Urdu-Hindi hebben we ook de woorden aap en tum. Aap, niet als de aap, het dier. Maar aap is een respectvolle manier om iemand aan te spreken. Dit woordje wordt niet alleen voor ouderen gebruikt, maar in heel veel families... wordt dit ook gewoon voor kinderen gebruikt. Het is gewoon netter om iemand aan te spreken met aap. Vooral als je iemand voor de eerste keer tegenkomt, is het gewoon altijd rule of thumb. Je zegt gewoon aap. Maakt niet uit hoe oud die persoon is, je zegt gewoon aap. Vervolgens als je diegene leert kennen en onderling hebben jullie zoiets van, weet je, het kan een beetje informeler, dan kan je overschakelen naar Tom. Als je iemand vraagt om diens naam, kan je dat op twee manieren vragen. De eerste is dus, wat is uw naam? Dan vraag je, aapka naam kya hai? En als je wilt vragen, wat is jouw naam? Dan zeg je dus, tumhara naam kya hai? Nou, als iemand jou vraagt wat jouw naam is, en die wil daar een antwoord op geven. Hoe zeg je dat? In het Nederlands zeg je, mijn naam is... Huppel de pup. In het Urdu-Hindi geef je antwoord als Mera naam huppel de pup. He. Dus ik ben Humi. Ik geef dan antwoord als Mera naam Humie. Of je heet Kajal, dan zeg je Mera naam Kajal he. Of je heet Rani, dan zeg je Mera naam Rani he. Of je heet Madhu, dan zeg je Mera naam Madhu he. Als je wilt vragen waar woont u, dan vraag je in het Urdu-Hindi Aap kaha rehte ho of Aap kaha rehte he. Wil je vragen waar woon jij, dan vraag je Tum kaha rehte ho. Aap kaha rehte hain? Of aap kaha rehte ho? En tum kaha rehte ho? Alle drie de zinnen zijn grammaticaal correct. Wil je weten waar iemand vandaan komt? Dus waar kom jij vandaan? Dan vraag je dat als... Dus formele manier. Waar komt u vandaan? Vraag je als
आप कहां से हैं? आप कहां से हो? Wil je dat informele? Dus, waar kom jij vandaan? Dan vraag je dat als Tum kahan se ho? Dus, aap kahan se ho? Aap kahan se hain? Dus, aap kahan se ho? Aap kahan se hain? En informeler, Tum kahan se ho? Wil je weten hoe het met iemand gaat? Dus, hoe gaat het met u? Dan vraag je Aap kaise hain? Of Aap kaise ho? Informeler, dus hoe gaat het met jou? Of hoe is hij met jou? Dan in het Urdu Hindi vraag je dat als Tum kaise ho? Is het een meisje, dan zeg je niet direct Tum kaise ho? Dan zeg je Tum kaise ho? Nogmaals, hoe gaat het met u? Aap kaise hain? Aap kaise ho? Dus kan op deze twee verschillende manieren. Hoe gaat het met jou? Hoe is hij? Tum kaise ho? Of Tum kaise ho? Voor een meisje of een vrouw. Wordt dit aan jou gevraagd? En je wilt er antwoord op geven? En je wilt zeggen, gaat prima, dankjewel. Dan zeg je dat als volgt. Theek hoon, shukriya. In het Urdu zal dit veel voorkomend zijn dat je zegt theek hoon. Dus theek hoon, shukriya. In het Hindi daarentegen, sommigen zullen shukriya zeggen. Afhankelijk van welke stad je bent. En afhankelijk van welk geloof je bent. Dus kan dit verschillen. Soms heeft het met de stad te maken waar je vandaan komt. Of soms heeft het te maken met je geloof. Maar daar is het dus ook Theek hoon shukriya. Of Theek hoon dhanyawad. Dhanyawad betekent hetzelfde als shukriya. En shukriya betekent dankjewel. Of dank u wel. In de huidige moderne tijdperk zegt niet altijd iedereen shukriya of dhanyawad. Heel veel mensen zeggen ook thanks. Of fine, thanks. Engels wordt ook heel veel gebruikt tegenwoordig. Dus verbaas je niet als iemand opeens antwoord geeft met fine, thanks. Of first class, thanks, etc. First class is ook een heel veel voorkomend gebruikelijk antwoord. Vandaar dat liedje met Varun Dhawan in Kalank, Baki sab first class hai. Het is een soort van gebruikelijk iets. Het is zoiets van, oh, alles gaat prima. Dan zeg je gewoon, sab first class hai. Stel nou, iemand vraagt aan jou, hoe gaat het met jou? Jij geeft antwoord. Het gaat goed, dankjewel. Dan wil jij terugvragen van en hoe gaat het met jou? Dan is dat heel simpel. Or aap. Of or tum. Dus en jij. En jij en u. Is dus or aap. Or tum. Vervolgens komen wij naar het einde van het gesprek toe. Je wilt iemand aangeven dat het leuk was om diegene te ontmoeten of diegene te zien. Voor beide kan je dezelfde zin gebruiken. Formeel, dus het was leuk u te ontmoeten of het was leuk u te zien. Dan zeg je Aap se milkar acha laga. Wil je het informeel zeggen? Dus het was leuk jou te zien. Of het was leuk jou te ontmoeten. Dan zeg je dit als Tum se milkar acha laga. Dus formeel Aap se milkar acha laga. Informeel Tum se milkar acha laga. Vervolgens wil je tegen iemand zeggen van
Ik zie je later. Of ik zie je een andere keer. Of ik zie u later. Ik zie u een andere keer. Of we ontmoeten elkaar een andere keer. Dan zeg je dat als volgt. Pirmilingi. Hiervoor heb je geen formele of informele manier om dit te zeggen. Dus gewoon één manier. Je zegt gewoon pirmilingi. Er zijn drie woorden. Pirmilingi. Als je van plan bent diegene morgen te ontmoeten. En je wilt zeggen. Ik zie je morgen. Ik zie je morgen. Of we ontmoeten elkaar morgen. Dan zeg je dat als volgt. Kal mulakat hogi. Of kal milenge. Dus kal mulakat hogi. Of kal milenge. Dan komen we op het einde van het gesprek. Dus doei. Oftewel later of wat dan ook. Dit kan je zeggen door. Officieel staat er dan dat je kan zeggen alvida of iets dergelijks. Maar er zijn amper mensen die in het huidige tijdperk nog alvida zeggen. Of je bent een beetje extra bezig, dan zeg je alvida. Of het wordt gewoon in een gesprek gebruikt. Niet op het eind. Maar dat leer je met de tijd wel mee. Dat leer je met de tijd wel kennen. Dus doei in het Urdu. Als je moslim bent, dan zeg je Khuda hafiz of Allah hafiz of Assalamu alaikum of Salam. Heel veel mensen zullen ook gewoon bye zeggen. Hindoes zeggen het in principe als dezelfde manier als het begin. Dus Ram Ram of Jai Shri Krishna. Maar er zijn tig mogelijkheden om doei te zeggen. Maar dit zijn de meest gebruikelijke in het doorsnee leven. Sikhs, hetzelfde. Daar wordt hetzelfde als in het begin gebruikt. Satrikaal. Ik ga ze nog allemaal opnieuw uitspreken. Dus het is aan jou om dit vervolgens te oefenen, op te nemen en op de desbetreffende post in de comments te plaatsen als een video. Nogmaals, het hoeft niet per se met je gezicht. Je kan de camera afdekken of je kan het naar de muur richten en dan gewoon inspreken. En dan plaats je dat als een filmpje, zet je dat in de comments en dan luister ik het en dan beoordeel ik het. Gaan we nog door alles even heen. Hallo is gewoon hello. Of assalamu alaikum. Of salalikum. Of assalamu alaikum. Voor Hindoes is dat Ram Ram. Of Jai Shri Krishna. Voor de Sikhs is dat Sat Sri Akal. Maar dat mag je zelf bepalen welke je wilt aanhouden. Afhankelijk van je geloof of hoe je het nu al gewend bent, et cetera, et cetera. Maar dan weet je in ieder geval dat deze de meest voorkomende manieren zijn in het Urdu-Hindi. Goedemorgen. Subh Bakhair. Goedemiddag. Dopehr Bakhair. Goedenamiddag. Sham Bakhair. Goedenavond. Shab Bakhair. Wat is uw naam? Aapka naam kya hai? Wat is jouw naam? Tumhara naam kya hai? Mijn naam is Humi. Dan moet je uiteraard hier je eigen naam zeggen. Dus je zegt, Mera naam hai. Waar woon jij? Of, waar woont u? Aap kaha rehte
Ho, of je kan het volgende vragen. Aap kahan rehte hain? Waar woon jij? Tum kahan rehte ho? Voor een meisje of een vrouw? A tum kahan rehti ho? Waar komt u vandaan? Aap kahan se hain? Of aap kahan se ho? Waar kom jij vandaan? Tum kahan se ho? Hoe gaat het met u? Aap kese he? Hoe is hij? Of hoe gaat het met jou? Tum kese ho? En eventueel voor meisjes en dames. Tum kese ho? Goed, dankjewel. Tikun shukriya. Of in het Hindi specifiek. Tikun. Dhaniyawad. En jij? En u? Aur aap? En jij? Aur tum? Het was leuk om je te ontmoeten. Het was leuk om je te zien. Het was leuk u te ontmoeten. Het was leuk om u te zien. Voor beide wordt hetzelfde gebruikt. Aap se milkar achha laga. Aap se milkar achha laga. Het was leuk jou te ontmoeten. Het was leuk jou te zien. Tum se milkar achha laga. Tum se milkar achha laga. Ik zie u later. We ontmoeten elkaar nog. Phir milenge. Phir milenge. Ik zie je morgen. Ik zie u morgen. Voor allebei hetzelfde. Kal mulakat hogi. Of kal milenge. Je kan het op beide manieren zeggen. En dan de afsluiting. Doei. Is dus bye. Voor moslims. Allah hafiz. Khuda hafiz. Voor hindoes. Ram Ram. Pranam. Jai Shri Krishna. Voor Sikhs, Sat Sri Akal. Nu zijn we aangekomen bij de afsluiting van de eerste les. Nogmaals, zoals ik had aangegeven, oefen dit, neem het op, zet het in de comments, stuur het naar mij. Ik zal het beoordelen. Ik zal je verbeterpunten geven waar nodig. Als het goed is, zal ik dat ook gewoon duidelijk aangeven dat het gewoon goed is. Vervolgens vraag ik je alleen nog maar. Als je nog geen lid bent van de groep, word lid van, als je een vrouw bent, Desi Ladies Portal op Facebook. Dan is er nog een andere groep voor zowel mannen als vrouwen. En die heet Desi Portal. Word daar lid van, dan kan je meedoen. Dan kan ik je tips geven voor de uitspraak. Ik kan eventueel je feedback meenemen voor volgende lessen. Heb je suggesties? Doe dat in de groep. Ik zal die uiteraard meenemen. Want het is deze lessen die ik voor jullie, niet voor mezelf. Het is de bedoeling dat jullie hiervan kunnen leren. Dus word lid. Doe mee. Voeg mensen toe. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dan wens ik jullie veel oefenplezier. Succes met oefenen. En tot de volgende les. Oké, doei!